Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Het is zaterdagochtend, belachelijk vroeg. Mijn naam is Vidioot en ik ben aan de koffie en de Suderans. Ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester, oh dat is lekkere koffie. Burgemeester Femke Halsema, de allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. En ja, god, ik val in herhaling. Want ik heb dit natuurlijk heel veel vaker gezegd. Burgemeester Halsema, fantastisch. Echt waar, fantastisch mens. Geweldige burgemeester. Maar de stad waar zij de burgemeester van is, de stad Amsterdam, oh mijn god. Die stad, dat is een shithole. We duiken er even in. Hoppa! Dit staat onder het kopje Amsterdam. En het Vossius, dat is een gymnasium hier in Amsterdam. Het is een hele populaire school. Er staat een boek als, weet ik niet, een van de beste scholen van Amsterdam. En daar gaan hele slimme kinderen heen. Sorry, hele intelligente kinderen gaan erheen. Let u goed op, mevrouw de burgemeester. Dit zijn al die leerkrachten die extra geld willen en zo. Schoolfeestje op het Vossius. Eerst even blazen. Ook als je 12 jaar bent. Amsterdamse middelbare scholieren moeten al regelmatig een blaastest ondergaan bij de ingang van een schoolfeestje. Maar tegenwoordig kan zelfs je 12-jarige kind moeten blazen. Dit is van het Parool en dit is van Tarim Ramjan. En dit is van gisteren. Op brugklasfeesten blijft de blaastest meestal nog uit, maar is niet altijd. Daar gaan we. Joost, 43, was zelf meegereden naar het eerste schoolfeestje van zijn zoon. Op het Vossius Gymnasium. Gefeliciteerd Joost. Hartstikke leuk dat dat kind op het Vossius zit. Jullie zullen wel heel erg trots zijn. Mijn vriendin haalde hem naderhand op. Ze kwam thuis en zei, je wilt niet weten wat er is gebeurd. Voordat hij naar binnen ging, moest hij een blaastest doen. Mijn god, al jezus. Vreemd, vindt Joost, die niet met zijn achternaam in de krant wil om problemen met de school te voorkomen. Joost, dat is de verkeerde instelling. Problemen met de school, dat is de standaard een beetje. Zijn vriendin en hij hadden geen weet van de blaastest. Het is best wel bijzonder. Sommige ouders zijn inderdaad zo. Die zijn zo bang van toestanden op die school. Zo bang dat hun kind anders behandeld gaat worden. Zo bang. Dat die school helemaal hysterisch en schuimbekkend gek wordt. Want in het onderwijs hier in Amsterdam, mevrouw Halsema, daar werken heel veel kinderloze, geflipte social justice warriors. Zogenaamde jeugdkruisvaarders. En dat zijn mensen van in de 20 die zelf nog nooit een luier hebben verschoond. Maar wel een hele grote bek hebben over wat er met kinderen moet gebeuren. En daar zijn ouders bang van. Zoals Joost. Ik niet. Ik had mijn bek opengetrokken, Joost. Maar goed. Zijn vriendin en hij hadden geen weet van de blaastesten. Je zet kinderen meteen in een kwaad daglicht, terwijl ze nog niets hebben gedaan. En de blaastest werd ook nog eens door zijn leraar Duits uitgevoerd. Een Duitser deed het. Dat is wat hij probeert te suggereren. Een beetje een domme opmerking, Joost. Maar goed. Jan van Muilenkom, rector van het Vossius, zegt dat alle leerlingen moeten blazen. Die Jan, vroeger lieten we om de paar leerlingen iemand blazen, maar we willen geen onderscheid maken. Vroeger moesten alleen kinderen uit de verkeerde postcode blazen. Weet je? Oh, nee, niet Mirte. Mirte hoeft niet te blazen. En Berend Jeroen, die hoeft ook niet te blazen. Want hun ouders wonen op de gracht. Maar Mohammed, ja, die moet blazen. Want die komt uit Nieuw-West. Mijn god, alle jezus.
Ik denk dat dit, vroeger was het etnisch profileren. Nu is het gewoon je blanket sleepnetmethode. Maar begrijpt hij de verbazing van vader Joost? We zien niet alle leerlingen als potentiële drinkers. We willen gewoon een alcoholvrije avond hebben. Dat doet Jan van Muilenkom ook. Als Jan een man uitgaat, uit eten of uit dansen met zijn partner, en dan drinkt hij niet, want Janneman is een geheel onthouder. Die is lid van de blauwe knoop. Maar hij drinkt nooit. En toen Jan dronken was, nooit, nooit een glas alcohol gedronken. En nooit een joint gerookt, nooit een sigaret en geen seks voor het huwelijk. Uit een steekproef van het Parool mogen we die steekproef zien, Tarim. Want ik wil die steekproef graag zien. Ik wil weten welke scholen dat doen. Dan gaan we ons kind daar niet naartoe sturen. Uit de steekproef van het Parool blijkt dat veel Amsterdamse scholen leerlingen laten blazen op schoolfeesten. Maar enkel als ze de indruk hebben dat de leerling gedronken heeft. Brugklasfeesten. Op brugklasfeesten blijft de blaastest meestal nog uit. We hebben een heel gezellig eerste klasgala zonder blaastest, zegt rector Alwin Hietbrink van het Barleyers Gymnasium. Jeroen Lammers van het Trimbos Instituut is blij dat middelbare scholen een verantwoordelijkheid voelen als het gaat om alcoholgebruik. Maar we vinden wel dat ze terughoudend moeten zijn met blaastesten. Je moet als school geen politieagent spelen. Nee, als school moet je nazi spelen. En je moet kinderen burgerschapstraining geven. Het is namelijk ondenkbaar dat ouders hun kinderen iets willen bijbrengen over wat het is om een burger te zijn. In Nederland, dat kunnen wij helemaal niet. We zijn veel te dom voor. En het idee dat kinderen dat zelf gaan invullen, dat ze langzaam groeien, sociaal, politiek, filosofisch, en dan zelf dat invullen, dat is natuurlijk helemaal ondenkbaar. Nee, dat doet de staat. Wilfried Vlakveld, rector van het Hervormd Lyceum West, vindt dat ook. Lyceum Zuid vindt het ook. 80% van de leerlingen doet niks en is helemaal braaf. Voor die 20% moet je niet iedereen aan zo'n test laten deelnemen. Je hebt vrij snel door wie gedronken heeft en wie niet. Heel even op orde. Alwin Hietbrink, toen hij vroeger jong was, nooit een glas alcohol gedronken. Helemaal nooit. Hij is geheel onthouden, hij is van de blauwe knoop. En hij is van de bond tegen het vloeken. Jeroen Lammers van het Trimbos Instituut, nog nooit in zijn hele leven een glas alcohol gedronken. En zou dat ook nooit doen. Wilfred Vlakveld, nooit, hebben nooit, nog nooit een glas alcohol gedronken. En al deze heren, Alwin, Jeroen en Wilfred, het klinkt als een jeugdfeuilleton. Die hebben ook allemaal nog nooit een joint gerookt. En seks? Nee. Alleen natrouwen. Geen seks voor het huwelijk. Vader Joost vroeg zich af of scholen überhaupt... Kijk, dat is Duits. Dat is niet zo verstandig, want hij had allemaal issues met Duits. Het werd ook nog eens door de Duitse leraar gedaan. Als het door de Franse leraar was gedaan, was het minder erg. En dat is raar, Joost. Want douane en die poortjes en Napoleon? Nee, God, doet er niet toe. Joost is duidelijk niet naar het Fossius geweest. Vader Joost vroeg zich af of scholen überhaupt wettelijk blaastesten mogen uitvoeren. Leerlingen mogen weigeren, zegt Lammers. Het is dan aan de school wat ze met zo'n leerling doen. Nou, lieve mensen, we zijn weer eens lekker doorgeslagen naar het extreme uiterste. We zijn weer eens lekker activistisch bezig. En we zijn weer eens de rechten van kinderen op glorieuze wijze aan het schenden. Je mag inderdaad een blaastest weigeren. Mag je ook doen als je wordt aangehouden op de snelweg of gestopt wordt op de snelweg. Er zit er alleen een kans in dat je mee moet naar het bureau om bloed te prikken. Maar je mag inderdaad een blaastest weigeren. Nou, gaan we naar de jeugd van burgemeester Halsema. Burgemeester Halsema is
mijn leeftijd. Dus wij hebben min of meer hetzelfde onderwijs genoten. Ze komt uit min of meer zo'n gezin als ik. Hele activistische PvdA-mensen. Dat heet tegenwoordig een extreem PvdA-gezin. Vroeger heette dat een PvdA-gezin. En burgemeester Halsma heeft een interview gedaan met de Evangelische Omroep. Die hebben een eigen blaadje. En in dat blaadje legt burgemeester Halsema uit hoe zij vroeger op schoolfeesten, was ze jaar 15, dat is middelbare school, net als hier, en dan was ze aan het drinken met haar vriendinnen. En dan was ze aan het blowen met haar vriendinnen. En dan werd ze opgehaald door haar vader. En dan kwam haar vader haar ophalen. En die nam dan ook een biertje. En die ging dan de dansvloer op met haar vriendinnen. Dat soort dingen, dat is tegenwoordig verboden. Dat noem je grensoverschrijdend seksueel gedrag. Dat mag niet mee, je mag niet dansen met kinderen op een schoolfeest. En een biertje drinken met kinderen is natuurlijk helemaal verboden. Dat is vette kindermishandeling. Burgemeester Halsma zegt in datzelfde interview: opvoeden gebeurt achter de voordeur. Daar heeft de overheid niets te zoeken. In datzelfde interview zegt burgemeester Halsma ook. Ouders en alleen ouders bepalen wat goed is voor hun kinderen. Nou ja, dat was vroeger. Als ik vroeger naar een schoolfeest ging, dan kostte het 5 gulden entree. En voor die 5 gulden kreeg je 10 consumptiebonnen. En met die consumptiebonnen kon je eigenlijk kopen wat je wilde. Bier, wijn, cola, andere dingen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij 10 consumptiebonnen opmaakt aan bier. Want als je jong bent, word je stomdronken. En dat wordt heel veel overgegeven. Maar juist, er werd gewoon bier geschonken. En we dronken gewoon bier met onze leerkrachten. En we dansten met onze leerkrachten op. Ja, hoe ik het mij herinner, hele slechte depressieve muziek zoals The Cure. En weet ik veel. Ik heb een paar keer met een leerkracht een joint gerookt. Gewoon buiten. Buiten een schoolfeest of gewoon buiten school. Even, hey, meester, u ook hier? Ja, zeg maar, je. En dan gewoon, dat was normaal toen. Jaren 70, jaren 80. Maar we zijn een beetje doorgeslagen op het Fossius. Huppatee, blazen, anders kom je er niet in. Ik zit te denken misschien dat, hoe heet die, Jan Meuleman? Jan van Muilenkom. Ja, van Muilenkom. Ja, nou man, misschien is het een idee om DNA-testen te gaan doen. Gewoon vingerafdrukken en DNA af te nemen. Gewoon voor de kick. Weet je, met zo'n wattenstaafje even in hun mond. En misschien iets van een iris-scan gaan doen. Om te kijken of ze wel zichzelf zijn. En niet bijvoorbeeld verwijderde pupillen hebben of zo. Mijn god, de schoftig uit. Mevrouw de burgemeester, deze gekken willen extra geld. Deze mensen willen begrip voor de werkdruk. En het is zo zielig. En ik wil een huis. En ik wil me. Groot lerarentekort. Kinderen zitten thuis. Scholen dicht. Maar hier hebben we alle tijd van de wereld voor. Onze dochter ging naar een brugklasfeestje. Dat was vorig jaar. Toen zat ze in de brugklas. Daar werd harddrugs gebruikt. Daar werd alcohol gebruikt. Daar werd softdrugs gebruikt. En daar was zelfs een soort gangbang op de toiletten. Dat was echt heel leuk. En haar school die stuurde voordat dat feest begon, stuurden ze alle ouders een brief, uiteraard op papier, want dat is wel zo makkelijk. Op die manier kun je die kinderen gebruiken als een soort postduif. Dus wat je doet is, geef de kinderen een brief mee, de brief die gaat die rugzak in. En als je mazzel hebt, komt die brief die rugzak uit. Maar goed, in die brief daar stond volgens mij, ik heb het geteld. Volgens mij stond er 24 keer in geen alcohol. En er stond iets van 17 keer geen drugs. Ik was aan het lezen. Ik dacht, Jezus Christus, het is een brugklasfeest, weet je wel. En er stond er helemaal onderaan de brief, mevrouw de burgemeester. Als we je kind betrappen met alcohol of drugs, dan stoppen we je kind in een taxi. En toedeloe, dan moet je het maar uitzoeken daarna. Nee, raad al, een hele hoop kinderen die gaan helemaal uit hun plaat op dat schoolfeest. Kinderen worden onwel, gaan overgeven, voelen zich niet lekker, want ze zijn dingen aan het mengen. En dan stopt de school, stopt jou in een taxi.
En dan belt je kind vanuit de taxi. Ik voel me helemaal niet goed. Ik zit in een taxi. Help! En dan kan jij uitvinden waar die taxi is. En als een gek met je kind naar de EHBL om bijvoorbeeld hun maag leeg te laten pompen. En als dat kind natuurlijk niet onzedelijk betast of andere problemen krijgt in die taxi. Maar zijn een aantal kinderen die werden natuurlijk nog zieker in de taxi. Dus ja, ik moet overgeven, ik moet overgeven. En Amsterdamse taxichauffeurs die houden daar niet zo van, mevrouw de burgemeester. Dus wat die dan doen is, die stoppen dan de taxi en dan zetten ze dat kind gewoon op straat. Dus een x-aantal vriendinnen van onze dochter die ietsje te veel gedronken hadden. Die liepen rond op hun hakjes met hun make-up helemaal verlopen, huilend met hun telefoon in hun handen. Papa, ik heb me ophalen, ik ben net uit de taxi geschopt. Een afschuwelijk drama. Maar dat had dus allemaal voorkomen kunnen worden. Als de school van onze dochter had gezegd, hey, preventief blazen. En ik zit te denken, waarom niet? Preventief DNA afgeven. Wie weet word je wel ergens gezocht voor misdrijf. Preventief bloed afgeven. En ik zit te denken, misschien kan de school ook uitstrijkjes doen. En sperma en bloed en urine en al dat soort dingen. Dan kan zo'n school meer inzicht krijgen in het dieet van zo'n kind. Ik zit trouwens te denken, kunnen scholen niet ook preventief gaan fouilleren? Gewoon dat je voordat je de school ingaat, ga je door metaaldetectors heen. Zodat je niks van metaal bij je hebt. En dan daarna gewoon maak je zakken leeg. En als je dat niet doet, dan ga je tegen de muur. En ik zit te denken, dan ook een inwendig onderzoek. Misschien smokkelt er wel iemand iets binnen in zijn poepert. En het is hartstikke leuk als de gymleraar bijvoorbeeld, of de leraar Duits, zoals ik hier zag, met zo'n rubberen handschoen even lekker aan het rondvroeten is in de anus van je kind. Dat lijkt me fantastisch, man. Lang leven het onderwijs van Amsterdam. Nou loop ik al jaren te roepen dat het onderwijs van Amsterdam absolute dog shit is. Maar dit, ja, dit spant de kroon. Dit is het allerbeste nieuws wat ik ooit heb gelezen. Als ik het vergelijk met onze schoolfeesten, mevrouw de burgemeester, ja. Ik kan mij geen schoolfeest herinneren waar ik niet gedronken had. En ik wil niet kinderachtig doen, maar als je geen 5 gulden uitgaf aan een kaartje, maar 7 gulden 50 uitgaf aan een kaartje, dan mocht je een introducer meenemen. Dus dat is iemand die niet op jouw school zit. Maar ook zin heeft. In dansen en muziek en een biertje. En weet ik veel, wat hadden ze bij ons op school aan het vreten? Ja, broodjes, kroket en dat soort dingen en zo. En als je dan 7,50 gulden uitgaf, dan kreeg je ook meteen 5 extra consumptiebonnen. En met die consumptiebonnen kon je dan van alles kopen. Sterke drank, dat was verboden bij ons op school. Dus je mocht geen mixdrankjes, geen sterke drank, maar bier en wijn, rode wijn, witte wijn en bier werd gewoon geschonken. En ja, ik heb mijn toenmalige vriendinnetje meegenomen naar mijn schoolfeest. Zij was de introducer en toen hadden we 15 consumptiebonnen. Wij waren hele intelligente kinderen, wij maakten dat niet allemaal op aan alcohol. Want net als burgemeester Halsma werden ook wij opgehaald door onze ouders. Weet je, zo'n schoolfeest ging door tot na middernacht. Dan rijdt er geen tram meer. En onze ouders die vonden dat niks. En het idee dat je ouders je komen ophalen en dat je dan naar drank ruikt, dan kreeg je op je sodemieten. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus de beste controle toendertijd, dat was niet een preventieve blaastest van tevoren. Want ja, je komt het schoolfeest binnen, even blazen. Oké, ik ben nuchter. Oké, daarna gaan drinken, denk ik. Nee, bij ons vond de controle achteraf plaats. Dus er werd van je verwacht dat je verantwoordelijk omging met consumptiebonnen. En met je vriendinnetje natuurlijk. Je wilt niet dat dat arme meisje iets overkomt. En dan kwamen je ouders je ophalen. En in mijn tijd, ik wil niet kinderachtig doen, mevrouw de burgemeester. Maar na zo'n schoolfeest, ja, dat introduceetje, die kon dan natuurlijk niet meer naar huis. Weet je, het is na 12. Mijn ouders hebben ons net opgehaald. Dus wat we dan deden als we eenmaal thuis waren,
En dan zei dat meisje, ik blijf hier wel logeren. En dan zei ik, Jotem. En dan belde mijn vader, of mijn moeder, die belde de ouders van dat meisje en zeiden van, ze blijft hier slapen, we leggen twee matrassen op de grond. En dan zeiden die ouders van het meisje, ja prima. En dan had je helemaal een geweldig schoolfeest. Maar dan had je en stiekem wat gedronken. En seks. Oh mijn god, wat was het leven vroeger goed als scholier. Oh mijn god, wat is het leven tegenwoordig waardeloos als scholier. Een 12-jarige moet blazen op het fossier. Maar ja, Joost, ja, hij durft niet, hè. Hij wil niet met zijn achternaam in de krant, want hij wil geen problemen met de school. Hij is bang van die school, weet je, het terreurbewind wat die school aan het uitvoeren is. Hij vindt het vervelend, hij wil erover klagen, maar durft dat niet te doen met zijn eigen naam, omdat hij bang is dat er represailles komen van de school tegen zijn kind. Maar dat hebben wij ook meermaals meegemaakt. Als je klaagt tegen het bestuur van een school, wauw, dan heeft je kind geen leven meer op zo'n school. Dan wordt je kind helemaal scheel geterroriseerd en anders behandeld en gediscrimineerd. En noem het maar op. Scholen zijn wat dat betreft een soort, het is een soort secte, een beetje Scientology-achtige mentaliteit. Weet je, jij moet met onze onzin meedoen, een verplichte rouwkostdag, verplicht water drinken, verplicht blazen, antipestles, burgerschapstraining. En als jij zegt als kind of als ouder, sorry, daar heb ik allemaal geen zin in, dan krijg je inderdaad problemen met de school. Oh. Wat een fantastisch begin van de zaterdag. Echt waar. Het is altijd fijn om al mijn vooroordelen bevestigd te zien in het kwadraat. Mevrouw de burgemeester, kunt u zich dat interview nog herinneren wat u gaf aan de evangelische omroep? Waar u aan het vertellen was over uw vader die een biertje nam en dan ging dansen met uw vriendinnen op een schoolfeest? Waar u zelf ook gedronken had? Weet u nog dat we vroeger sigaretten mochten roken op het schoolplein? Dat we mochten kaarten met geld in de kantine? Ja, dat mocht allemaal. Weet u nog, onbeschermde seks? Seks zonder condoom, want alle meiden waren aan de pil. Oh, wat waren die tijden goed. Kan tegenwoordig allemaal niet meer. Krijg je enge ziekte. Ja. Lieve mensen, ik ben nu al helemaal depressief. En het is nog geen 5:30 morgens. Dus dat is weer geweldig gelukt. Ik blijf het herhalen. Burgemeester Halsema. Fantastisch mens, echt waar. Allerbeste burgemeester in de hele wereld. Maar de stad waar zij de burgemeester van is, die stad is een absoluut fucking shithole. Lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer.